toppie op. Ik ga hem bellen. Maar dan gaan we oom bellen. Oh, die is al zo boos door de vorige lyrics prank geworden. Ik weet niet of dit goed is. Tot zometeen. Ben er over 20 minuten. Nee! Nee, nee, nee. Dat is niet. Nee. Yo, guys. Job hier. AKA de Tuber. Super nice dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag, jongens en meisjes, heb ik voor jullie weer een gloednieuwe lyrics prank. Vandaag, jongens, ga ik niet zomaar iemand pranken met een lyrics prank. Ik ga namelijk mijn opa pranken. Ik ga deze keer het nummer gebruiken. 1, 2, 3 van Lil Kleine. Oftewel, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik hoop dat hij erin gaat trappen. Ik weet het eigenlijk wel zeker, want hij gaat dat nummer sowieso niet kennen. Doe natuurlijk even een like op deze video. Als we super, 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 super veel blauwe duimpjes omhoog halen, dan ga ik binnenkort weer een sekslijn pranken met de lyrics prank. Maar dan wil ik wel super veel likes zien. Jongens, laten we lekker gaan beginnen. De lyrics prank op mijn opa. Ik ben super benieuwd hoe hij gaat reageren. En laten we lekker gaan beginnen. Let's go. Oké, jongens, hij is momenteel niet online, maar ik geloof dat hij net wel online was. Dus ik ben super benieuwd wat hij hierop gaat reageren. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Hij zegt pillen? Haha, hij gelooft het toch niet, jongens, dus we gaan verder. Oh, hij is nog aan het typen. Ouwe rukker, hoe gaat ie? Oké, jongens, we gaan verder. We moeten natuurlijk bij de lyrics prank blijven. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. Ik ben echt super benieuwd wat hij hiervan gaat denken, jongens. Holy shit. Hij is aan het typen, jongens, hij is aan het typen. Ja hoor, gekke jopje van me. Hij gelooft er natuurlijk helemaal niks van. En denkt, hup, pillen gebruikt, de bitches in huis. Waar de fuck heb je het over? We gaan door. Allemaal wijfjes in huis. Nee, maar nu serieus. Oké, daar gaan we. Oké, jongens, nu is het wachten voor een reactie. Hij zegt, ben je nou serieus? Hij zit nu zo van, wat, huh? Je zegt nu 3 keer dat je pillen hebt gebruikt. Heb je echt pillen gebruikt? Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Oké, jongens, nu begint het een beetje spannend te worden. Want ik heb nu wel heel vaak gezegd dat ik pillen heb gebruikt. Misschien gaat hij het zelfs wel geloven. Hij is in ieder geval aan het typen. Doe even normaal. Weet Tinus en het hele gesjoemel dit ook? Oh my god. Hij vraagt of mijn oom en de rest van de familie dit ook weet. Maar ja, die weten natuurlijk helemaal even niks, want ik gebruik geen pillen. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitjes in huis. En pupillen, ja, die liggen eruit. En ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Holy shit, jongens, ik ben super benieuwd. Stop nou, joh. Oh nee, hij wordt boos. Of hij wordt boos. Ik weet niet of hij boos. Ik denk dat hij het wel aan het geloven is, omdat ik het zo vaak herhaal. Ben je nu serieus? Je zag er oprecht bleekjes uit vorige week. Zei het alleen niet, rukker. Hij zegt zeg maar heel vaak rukker. Dat doet hij in het echt ook. Dus jullie moeten nu niet raar gaan denken. Maar ik was vorige week op bezoek. En toen was ik inderdaad een beetje bleek, want ik voelde me niet zo lekker. Maar hij gaat dat nu natuurlijk met elkaar in combinatie brengen. En hij denkt nu misschien wel dat ik echt aan de druk zit. Hij is wel aan het typen, jongens. Negers? Wat? Kap nou godverdomme eens, oude pissie. Wat de fuck zegt hij allemaal? En nu word je serieus. Oké, als hij zegt dat ik serieus moet worden, dat hebben we ook bij de vorige lyrics pranks gezien, dan moet ik misschien wel serieus worden. Maar dat gaan we niet doen. Ik ben meer expeditie, maar dan lig ik eruit. Expeditie, wat? Robinson? Oh, hij kent het gewoon. Oh my god. Oké, ik denk dat we nu weer een beetje terug moeten naar het pillengedeelte. Hij vroeg net nog, heb je daaraan meegedaan? Echt zo van, dat heb ik helemaal niet meegekregen. What the fuck? Ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Jop! Oh nee, jongens, de caps lock begint in te treden. Dat is niet goed. Word serieus met me. Oké, dan doen we dat toch. Ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Ik heb zo'n idee dat ik hem nu een beetje triggerd aan het maken ben. Laten we hopen van niet. Godverre. Luister, knul. Oh nee, hij wordt boos. Oh nee. Als je niet stopt, bel ik Tinus nu. Waarom gelijk mijn oom? Dat is geloof ik echt de meest strenge in de familie of zo. I don't know. We gaan gewoon lekker door. Ik heb 5, 6, 7, 8 flessen gebruikt. Oké, jongens. We hebben nu gezegd dat we ook nog eens flessen met ons mee hebben. En ik denk dat hij wel redelijk snapt wat ik daarmee bedoel. Tjongejonge. Oh nee. Oké, hij is even offline, jongens. Oh, en hij is weer online. Ben je de weg kwijt? Drink je? Ja, hè? Hij denkt gewoon dat ik dronken ben op dit moment. What the fuck? Totdat Annemiek hierachter komt. My god, dat is mijn tante. Wat doet die allemaal? God nonde je. Oké, jongens, we gaan nog even door. Maar ik moet zo meteen denk ik wel echt even zeggen dat het een prank is. Want voor hetzelfde krijgt hij een hartaanval of zo. I don't know. Alle stiffe bitches, ja, we zeggen ze af. Ja, ze bellen me op, maar we bellen ze af. Ik denk dat hij deze line niet eens gaat begrijpen. Maar we zullen wel zien wat eruit voortvloeit. Hij is aan het typen. Toppie op. Ik ga hem bellen. Maar dan gaat mijn oom bellen. Oh, die is al zo boos door de vorige lyrics prank geworden. Ik weet niet of dit goed is. Mijn oom die zei nog tegen me van, ik wil niet dat je dit bij meer mensen doet. Sommige mensen die schrikken ervan. En nu doe ik het zelfs bij mijn fucking opa. Tot zometeen. Ben er over 20 minuten. Nee! Nee, nee, nee. Dat is niet. Nee. Want dan krijg ik echt letterlijk gewoon problemen. Oké, we gaan. Tinus, zei ik er ook al. Ja, mijn oom is ook naar hem toe geweest, omdat ik die natuurlijk ook heb geprankt. Dat je, godtering, klote grapjes uithaalt. Oké, het zijn inderdaad wel klote grapjes. Dus ik ga nu zeggen dat het een geintje is, voordat er zometeen echt mensen voor de deur staan. Boze familieleden. Oké, jongens, ik heb maar snel tegen mijn opa gezegd dat het een grapje was voor YouTube. Want ik heb het idee dat hij anders zometeen zo boos zou worden dat mijn oom zometeen echt voor de deur stond. En hij stond laatst al voor de deur, maar dat ja, liep gelukkig met een sisser af. Maar ik wil niet dat het echt een keer fout gaat, natuurlijk. Hij is wel echt lang aan het typen, jongens. Als je nog één keer gezeik hoort, dan zwaait er wat. Oké, ik beloof mijn opa dat ik me rustig hou. En niet mijn naam zeggen. Nee, ik zeg gewoon opa. Ik zeg geen naam, rustig maar. Hoeven die kinderen niet te weten.
Nou, ik heb in ieder geval tegen mijn opa gezegd dat ik hem snel weer zie. Ik zal binnenkort even langs gaan om te vertellen dat het natuurlijk allemaal een grapje was. En dan kan ik hem de video even laten zien. Dag. Nou jongens, ik heb ook eindelijk eens een keer mijn opa weten te pranken in een lyrics prank. Een van mijn opa's. Ik vind het te gek. Ik vind het leuk dat het is gelukt. Ik heb gelukkig weten te voorkomen dat hij een hartaanval kreeg. Omdat ik namelijk tegen hem zei dat ik pillen heb gebruikt en dat ik met flessen binnenkom. Voor de rest, waarschijnlijk is dus ja, mijn oom ook al naar hem toe geweest om te zeggen dat ik te veel grapjes uithaal in de familie. Maar jongens, vonden jullie dit nou een leuke lyrics prank? Doe dan zeker weten even een like. Laat natuurlijk hier beneden in de reacties weten of jullie meer lyrics pranks van mij op mijn kanaal willen zien. En of ik binnenkort misschien weer eens een keer de sexline moet gaan pranken met een aantal nummers van bekende rappers. Want laatst heb ik dat een keer gedaan en dat was echt super grappig. Dus doe een like op de video als jullie dat willen. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Adios. Oh my god.